Maandag keken met bijna 1 miljoen kijkers naar de 5e aflevering van De Mol. Daarin zagen we dat Gilles de Koster, Thibaut en Bruno in het begin van de aflevering meenamen naar een wijnbar. En in die wijnbar moesten zij het onderscheid maken tussen goede en slechte wijn. En het was vooral belangrijk dat zij dus de duurste fles wijn konden onderscheiden van de goedkopere. Ja, en aangezien we nu weten dat Thibaut niet de mol is, kunnen we vooral focussen op Bruno, die toch wel heel snel akkoord gaat met Thibaut bij het schrappen van die dure fles wijn. Jongens, welke wijn is het zeker niet? Wat is de rommel? 4 is de rommel. Ja, dat denk ik ook. Dus ik mag 4 weggieten? Ja. Ja, een perfecte molenstreek als je mij vraagt. Vooral omdat er door deze actie 2000 euro uit de pot is gehaald. Ja, en na het proeven vouwde ook nog het tweede luik van deze opdracht. En opnieuw lag alles in handen van Thibaut en Bruno. Mm-hmm. Zij moesten zien te raden dat de lunch was gemaakt door hun partner. Maar dat mislukte. En er kwam er geen 1000 euro in de pot. Bij de tweede opdracht lag opnieuw alles in handen van Bruno en Thibaut. Ze moesten raden welke schilderijen overeenkwamen met de schilderijen die Cathy, Hanne en Gilles hadden getekend. Dat lukte ze wel. 3000 euro in de pot. Die avond ging ze met hun vertrouwenspersoon wat eten en de volgende dag was het alweer tijd voor de laatste opdracht. In deze opdracht was er heel erg veel geld te verdienen, maar dat was buiten de moeder van Gilles gerekend, want zij kon als eerste het tandgraampuzzel oplossen en dat zorgde voor een eventuele mogelijke vrijstelling voor Gilles. Hij schoot iedere kandidaat die elk 1000 euro waard waren af, behalve Bruno. Eindresultaat 1000 euro in de pot en een vrijstelling voor Gilles. Na die opdracht was het tijd voor de test en eliminatie. En over die eliminatie is veel getweet geweest deze week. Net zoals vorige week eigenlijk. Want vorige week had Cathy een trui aan waarop stond Always Stay. De mol die blijft altijd in het spel. En deze week ging het over Hanne haar trui. Daarop stond In Vorm. Enkele seconden ervoor zei Gilles dit. Ofwel zijn jullie een beetje moe aan het worden. Ofwel was de mol in grote vorm de voorbije dagen. Suspicious. Ja, het was trouwens Thibaut die een rood scherm kreeg. Hij moest samen met zijn vrouw Buenos Aires verlaten. Dan nog even terug naar de aflevering van vorige week. Daarin moesten Bruno en Isabel naar de lokale radio in Buenos Aires. Die zouden we noemen Buenos Aires Radio Uno. We hebben daarover een hint ontvangen van Chiara. Zij mailt ons het volgende. Misschien was dit wel een hint. Zien BR Uno. Dus zou het een hint zijn naar Bruno? Ja, ik vond dat ook wel best verdacht. En ik ben gaan opzoeken of dat radiostation wel of niet bestond. En ik heb dat eigenlijk niet gevonden. Ik heb dat logo nergens teruggevonden. Ik heb dat radiostation nergens teruggevonden. Dus volgens mij was dat door de productie gemaakt. Dat logo die je in beeld krijgt. Je ziet dat trouwens aan die luchtbelletjes die daar aan de B te zien zijn. Daar zijn zo bobbeltjes te zien. Volgens mij is dat dus maar net geplakt. Dus het zou heel goed kunnen dat de productie die naam heeft gekozen. En dat die hint dus effectief naar Bruno leidt. Mooi gevonden. Maandag gaat de zoektocht verder en zijn ze nog maar met 5. Don Dimi de la Vega vroeg ons voor onze hoofdverdachte. Ja, wie is nu eigenlijk uw hoofdverdachte? Ja, ik heb eigenlijk altijd andere hoofdverdachten. Ik had eerst Ruud als hoofdverdachte. Ja, die ging eruit. Die is eruit gegaan. Ja. Dan Mark. Die is er de aflevering nadien ook uitgegaan. En toen dacht ik dat Isabel de Mol was. En die is er vorige week ook eruit gegaan. Dus ja, ik... Het is gevaarlijk. Als jij dus iemand verdenkt, gaat die persoon eruit. Ja, het is een vloek volgens mij. Maar ik verdenk momenteel Bruno aan de hand van alle tips die we tot nu toe hebben binnengekregen, vind ik Bruno wel heel verdacht. Ja. Dus ik denk dat Bruno de mol is. Ik denk toch echt dat Gilles de mol gaat zijn. En waarom? Goh ja, dat is gewoon al vanaf het begin had ik dat gevoel van het zal Gilles zijn. En nu denk ik echt ook wel hoe dat zijn mama ook zo heel erg goed was ook om daar die puzzel op te lossen. Volgens mij hebben ze dat al vaker geoefend. We zullen het zien. Ja. Over 3 weken is het de finale. Trouwens, volgende week zien we Cathy en Bruno in een bootje varen. En is Hanne opgesloten in een duivenkot. Ja, en als jij tijdens of na deze aflevering iets verdacht ziet, mag je het ons steeds laten weten via mail of via Facebook. Of natuurlijk in een berichtje hieronder. Zit nog op Twitter. Ja. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren, zodat je elke week als eerste onze Mol-podcast in je mailbox krijgt. Tot volgende week! Dag!